één keer in de twee weken wordt het vuilnis opgehaald. En dat is gewoon, daar zit veel te veel tijd tussen. Ja. Dan krijgt het vuil de kans om te gaan rotten. En ja, dat is een schandaal gewoon. Vroeger werd alles één keer in de week geleegd. En dan viel het best mee. En maar ja, met die warmte is één keer in de twee weken gewoon te weinig. We kunnen nu al zien aan de eerste drie maanden dat met 20% het gewone afval is teruggedrongen. Onder andere door de betere scheiding van bijvoorbeeld plastic. Ik hoop in het najaar met meer cijfers te komen. Maar daaruit zal volgens mij ongetwijfeld blijken in ieder geval dat we aan die voorwaarden hebben gedaan. Dat de afvalscheiding is zodanig verbeterd dat in ieder geval dat wel rechtvaardigd is dat we deze stap hebben genomen. Het is in heel veel gemeentes normaal om twee wekelijks op te halen. We snappen nu vanwege het warme weer dat er extra problemen met plaatsvinden. Deels kunnen mensen dat ze daar zelf ook heel veel aan doen, maar ik heb moeten constateren dat ze dat ook voor een groot deel niet doen. En daarom hebben we gezegd als gemeente, we gaan dat nu weer wekelijks inzamelen en later gaan we kijken inderdaad hoe we toch kunnen zorgen dat we goed de zomermaanden doorkomen. Maar mensen hebben ook dingen over en de bakken zijn te vol. Ze gaan het bij andere mensen erin gooien en het moet ook voor de gewone vuilbakken. Moet het eens in de week worden gedaan? Ja. Ben ik van overtuigd. Om nou een voorbeeld te noemen. Vorige week toen stond hier een groene bak buiten. En daar van een van de buren. En die haalde hem op. Ze waren gelegen, maar dan had er iemand die had etensresten erin gegooid. Ja. Nou, zo vies. Ja. Vreselijk. Dat is echt walgelijk. Ja. Dat doet je denken aan... andere landen, niet Nederland. Het is gewoon niet. Dat hoort schoon te zijn. Daar moeten we toch gewoon trots op kunnen zijn. Er staan heel wat tips ook op de website van Irado. Denk bijvoorbeeld niet zomaar los erin kieperen, maar ook gewoon de plastic zak eromheen. Ook sommige bestandsdelen ook gewoon eerder ergens anders in een bak al doen die misschien wekelijks wordt geleegd. Of bijvoorbeeld het toevoegen zoals een klimop of een natte krant dat je weer in je vissen. En ook bijvoorbeeld vleesresten bijvoorbeeld ophaalt. Er zijn heel veel manieren waarop je ook zelf kan helpen in ieder geval om de problemen terug te dringen. Ik heb hier alles wegstaan spoelen, zulke dikke maden. Iemand had een plastic zakje erin gegooid met resten van nasi, bami en dat soort dingen. Ja. Dat had waarschijnlijk een paar dagen buiten gestaan of zo. Nou, het is zo vies en lijkt me ook voor de mensen van die het vuil op komen halen, van die Irado, lijkt me het ook niet zo prettig. Je kunt zelf wel heel netjes alles in een zak dichtbinden. Maar je hebt natuurlijk geen controle over wat er met jouw bak gebeurt als die gewoon buiten aan de straat staat. Ja. Als mensen langskomen met een stuk pizza of met een broodje garnalen of zo. En die gooien dat erin. Daar kun jij niks aan doen. Het is in eerste instantie gewoon behoorlijk smerig natuurlijk als je maden hebt in je bak. Daarom heb ik besloten om het nu vanwege de warme zomermaanden ook wekelijks op te halen. En het is in het najaar uiteindelijk in de gemeenteraad zal de discussie plaatsvinden. Of uiteindelijk via voorlichting dan wel via wat vaker ook in de zomer ophalen. Proberen dit soort problemen te vermijden. Maar dat is echt het moment dat we dat dan besluiten. Die Irado doet gewoon wat de gemeente zegt. Dus ja. De gemeente... Die heeft dat in de tijd gebracht met het feit dat we dan ook wat minder van die verontreinigingsheffing zouden moeten gaan betalen. Ja. Of wat is het, huisvuilbelasting? Ja. Ik zeg het verkeerd. En nou, dat is natuurlijk niks van waar. Want ik geloof dat we 2 of 3 euro minder moesten gaan betalen. Ja. En het komt ook gewoon, ze willen ons opvoeden en dat is prima, maar dan moet je er ook iets tegenover stellen. Ja. Ik denk dat het een pure bezuinigingsmaatregel is, ja. En ik weet ook nog niet of dat die... goed neer wordt gelegd. Wij bereiken berichten dat er juist meer geld voor is en dat er minder wordt opgehaald. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in elkaar zit. Het hele doel was natuurlijk om te komen tot een betere afvalscheiding. Ook proberen de kosten omlaag te brengen. We weten allemaal dat vanwege de milieu- en grondstofproblematiek we gewoon meer moeten doen aan afvalscheiding. En dat is zeker ook iets wat we mee zullen nemen in de evaluatie. Dus we moeten in de zomermaanden vanaf juni, juli, augustus, misschien ook nog september, moeten we gewoon elke week legen. Duidelijk. En in de wintermaanden, dan kan je het rustig 2 weken. Dan valt dat wel mee allemaal. De petitie is gericht aan de gemeenteraad en het college. We hebben al gezegd dat we het najaar zullen evalueren hoe de tweewekelijkse inzameling uitpakt. En dan is het moment om te bekijken uiteindelijk wat we in de toekomst gaan doen. Als je googelt afvalpetitie Schiedam, dat je er al gelijk bent. En dan kan je tekenen en het doorsturen eventueel aan vrienden en kennissen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om met elkaar de afweging te maken van vragen we via voorlichting burgers zelf meer te doen. Gaan wij als extra dienst toch weer wekelijks gaan inzamelen. Maar dat debat voer ik liever in het najaar. Maar ik zie dat met alle vertrouwen tegemoet.